bij deze nieuwe video. Als je wat lawaai op de achtergrond hoort, ze zijn hier buiten de vuilnisbakken aan het legen. Dus het maakt wat geluid. In ieder geval, vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe goodiebox. Voor de mensen die niet bekend zijn met een goodiebox. Een goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je dus elke maand zo'n box krijgt. Ter waarde van minimaal 80 euro voor slechts 25 euro in de maand. Met minimaal 5 beauty producten. Dus elke maand ontvang ik de box met allemaal beauty producten erin. Het kan van alles zijn. Make-up, meestal is het skincare, accessoires voor de haren. Het kan echt van alles zijn, maar het is altijd alles omtrent beauty. En deze maand hebben we de box ook weer ontvangen. En ik ga weer hier unboxen met jullie. Ik ga ook gelijk aanbrengen wat ik kan aanbrengen en alles gebruiken. En dan kunnen we gewoon echt goed de box testen en zien wat we ervan vinden. En of het de 25 euro waard is. Oh mijn god, deze kabaal op de achtergrond. Oh, en ze blijven altijd zo lang, want er zijn zoveel prullenbakken. Dus ik kon ook niet wachten tot erna. Maar ja, whatever. Ik hoop dat jullie er niet al te veel last van hebben. In ieder geval, als je al bent geabonneerd erop en je de box ook hebt, dan kunnen we dit samen doen. En als je graag wilt abonneren, ik zet een linkje beneden in de beschrijving. En dan kun je gewoon makkelijk aanmelden. En het is maandelijks opzegbaar. Dus als je het niks vindt, gewoon gelijk opzeggen. En dan ben je er ook wel klaar mee. Ik ontvang de boxen al letterlijk jaren. Ik weet nog toen hun er net waren. Toen ik ze nog niet eens ontving. Toen heb ik mij gewoon aangemeld. Gewoon als normale klant, zeg maar. En ontving ik gewoon de box elke maand. En ik was er altijd wel blij mee. En als er iets in zit wat ik niet gebruik, dan gaat het gewoon altijd naar iemand anders. Dus ik maak altijd wel iemand blij mee. Of mezelf of iemand anders. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nieuw al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Oké, ik zal eerst eventjes snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Want ik heb iets nieuws op en I love it. Ik heb lippotloodje op van ABH in de kleur Cool Brown. Die is niet nieuw. Maar ik heb deze NYX lipgloss op. Deze zijn er echt al lang. Maar ik heb hem pas nieuw. De This is Milky Gloss in de kleur Choco Latte Shake. Een hele mooie bruine kleur. Kijk even hoe mooi dit is. Ik zal hem even swatchen op mijn hand. Het is echt de perfecte bruine nude kleur. Zien we dit? En het ruikt echt heerlijk. I love it. Het voelt zo dikkig aan, maar niet plakkerig. Dus ik ben echt obsessief met deze. Ik ga hem ook even in een aantal andere kleuren halen. Echt fantastisch. Oké, jongens. Laten we beginnen. Dit is dan de box van deze maand. Heel mooi. Zo bruinig. I love it. Ik hou altijd van dit soort bruine nude kleurtjes. En dit zijn dan de producten erin. Ik heb ook de QR gehad. En als je die scant, dan kom je op de website met alle info. Dat heb ik gedaan, maar ik kom bij de welkombox. Dus niet de box die we nou hebben ontvangen. Dus ja, dat is niet echt handig. Dus nou heb ik weer geen enkele informatie over al deze producten. Maar we gaan het gewoon bekijken. Ik ga beginnen met iets voor de oksels. Dit is de La Rosée Paris Fresh Deodorant. Dit is dus een roller deo, 99% natuurlijke producten. Heel veel staat er in het Frans op. En het is aluminium en alcoholvrij. Dat is ook altijd wel belangrijk. Oeh, hij ruikt heerlijk. Het is niet echt een roller. Het is meer een stick, zeg maar. Zie je dit? Het ruikt echt heel lekker. Laat me het proberen. Ik ga even dit knoopje losmaken. Even aanbrengen. Het smeert heerlijk uit. Oké, okay, het voelt wel lekker fresh aan. Ik ben nooit zo van de sticks. Ik heb altijd gewoon een spray. Maar dit voelt op zich wel goed aan. Oké, okay, ik ben benieuwd of het me ook echt fresh laat ruiken de hele dag. Want dat is wel de bedoeling. Oh, het ruikt echt best wel heftig. I love it. Echt een heerlijke geur. Dan heb ik een make-up product. We hebben vandaag 2 make-up producten. Ik ben in shock. Van Avon heb ik de Pro Perfection Collagen Primer. Dit is dus een primer voor onder je gezicht. Voor mij een heel onbekend merk. Je kunt het gewoon alleen aanbrengen of onder je make-up. Alleen aanbrengen zou ik niet per se doen, want het is gewoon een primer. Dus het is naar mijn mening geschikt voor onder make-up. Laten we het openmaken en kijken. Oeh, het is zo wittig. Het ruikt echt naar niks. Ja, gewoon echt naar helemaal niks. Het voelt gewoon een beetje aan als een soort van crème. Wat zou dit dan moeten doen? Moet het iets doen? Geen idee wat dit zou moeten doen, jongens. Er staat verder ook niks op. Dit is het vervelend als ik niet bij de productinformatie kan online. Ja, er staat op de verpakking ook verder niet wat het zou moeten doen. Geen idee, maar we gaan hem wel gebruiken. Oké, jongens, het is nou een andere dag. Vandaar dat ik er echt super anders uitzie. Ik heb mijn haar gestyled en ik heb kleurlens in, want ik heb zometeen een fotoshoot. Maar ik dacht, ik ga vandaag de nieuwe producten van de Goodiebox proberen. Ik ga dus deze primer proberen. Het enige wat ik heb aangebracht is dagcreme en that's it. Ik ben echt heel benieuwd hierna. Mijn make-up moet vandaag de hele dag goed blijven zitten. Dus ik hoop dat hij een beetje goed gaat werken. Want normaal was ik nou ingegaan met een hele plakkerige primer. Want die gaat ervoor zorgen dat make-up echt de hele dag goed blijft zitten. Want het is nou nog ochtend. Het is iets van 10 uur. En mijn make-up moet echt letterlijk vandaag tot 10 uur 's avonds nog goed blijven ofzo. Dus ja. Deze voelt heel dun aan. Beetje een aparte formule. Hij is heel waterig. Kijk, het gaat ook helemaal zo naar beneden. Hele waterige formule. Ik hoop dat hij wel een beetje plakkerig wordt. Oké, het moet dus een smooth gezicht maken. Ik denk dat ik dat wel een klein beetje zie.
Het wordt ook al een beetje plakkerig, kijk. Oké, een aparte primer. Normaal zijn primers wat dikker, dus dit is wel een beetje apart. Maar ik vind het wel oké. Mijn gezicht is al vrij egaal. Ik ben echt geblest met een egale huid. Maar het kan altijd nog egalen, want ik heb heel veel vlekjes op mijn gezicht en zo. Ik heb geen sproeten, had ik maar sproeten. Dus ik heb wel vlekjes, maar geen sproeten. Like, what the F? Ja, nee, het blijft ook niet echt plakkerig. Het is niet echt mijn fave primer. Het maakt wel een heel klein beetje smoother, maar niet zoveel als mijn andere primers. Dus naar mijn mening is hij niet zo goed als wat ik al heb, helaas. Het volgende is ook een make-up, dat is deze mascara. Van Skin Research heb ik hier de Extreme Lash Effect Volumizing Mascara. Ik ben benieuwd, ik hou altijd van een goede mascara, vooral nu ik een lash lift heb gehad. Even kijken. Oeh, hele mooie gouden verpakking. Love it. Laten we kijken. Oké, dit ziet er op zich ook wel goed aan uit. Het doet me een beetje denken aan de Maybelline mascara's. En dit moet dus, even kijken op de verpakking, volume geven. Dus vooral volume. Nou, daar hou ik van. Ik ben altijd eigenlijk vooral op zoek naar lengte. Want ik heb hele korte wimpers. Maar volume, daar worden we ook gewoon allemaal blij van. Dus ik ben heel benieuwd hiernaar. Ik heb mijn oogmake-up helemaal gedaan. Echt super mooi. Het paletje die ik heb gebruikt is echt een van mijn fave paletjes. Morphe X Jaclyn Hill. Echt een fantastisch soft glam paletje. Echt amazing. Ik ga nu deze mascara proberen. Ik ben heel benieuwd. Hopelijk gaat hij goed zijn. Dit is hoe hij eruit ziet. Hij voelt wel een beetje droog aan of zo. Ja, hij is echt heel erg droog. Oh my gosh. Een droge mascara is niet altijd per se slecht. Maar het moet wel iets doen, zeg maar. Ik moet wel iets zien in mijn wimpers. En ik denk dat ik dat ook echt zie. Zien we dit? Je kunt ze gewoon echt zien. En ik heb echt mini wimpers. Ik heb wel een lash lift gehad, maar ik heb nog steeds, ja, gewoon mini wimpers. Heel mooi. Het geeft vooral volume. Oeh, I like it. Toen ik ermee begon, had ik het niet verwacht. En dat is echt best wel goed. Nou, echt fantastisch. Ik breng het aan met de platte kant. En ik haal mijn wimpers weer uit elkaar met de meer bolle kant. Echt mooi. Kijk mijn wimpers. Kunnen jullie het zien? Ik vind het echt heel erg mooi. Oké, als laatste nog twee producten voor het gezicht. Deze is om je make-up eraf te halen. Van Rose and Berries heb ik de Balmy Cleanser. Dit is dus gewoon een soort van cleanser voor je gezicht om je make-up eraf te halen. Er staat op, het is een milde cleanser met een soort van balmachtige textuur. En je moet het op een nat gezicht aanbrengen en dan gewoon zo in wrijven en dan je make-up ermee afhalen. Oeh, het kwam er helemaal uit. Het ruikt lekker naar rozen, naar bloemen. Oké, en het wordt dus wit als het met water in contact komt. En dan kun je hiermee gewoon zo je make-up eraf halen. Ik hou altijd van een goede cleanser, dus vooral eentje die zo lekker ruikt. Jongens, ik sta in mijn badkamer, want ik ga mijn make-up eraf halen. Mijn wimpers heb ik er al afgehaald. Oké, ik ga dus beginnen met de cleansing balm om echt mijn make-up eraf te halen. Ik haal wel altijd mijn oogmake-up er apart van af, dus dat ga ik nou even snel doen met deze oogmake-up remover. Oké, ogen, wenkbrauwen, lip make-up is eraf. Nou ga ik dus deze balm cleanser gebruiken. Je moet hem dus een beetje nat maken, of ja, je moet het nat Je moet het aanbrengen op een nat gezicht. Dus wat ik altijd doe is dat ik het gewoon zo op mijn vingers aanbreng. Mijn handen een beetje nat maak. En het op die manier gewoon ga aanbrengen. En dan is het gewoon omdat mijn gezicht nat is, maar mijn handen zijn nat. Het ruikt echt heel erg. En het voelt inderdaad echt aan als ballen. Maar het is, ja, niet echt ballen, want het is gewoon een liquid, zeg maar. Maar het voelt echt heerlijk aan. Ik ben in shock. Ik hou altijd van ballen. Vooral die van Clinique. Die is altijd echt geweldig. Dit voelt heel fijn aan. Ik zie ook echt dat het de make-up afbreekt, zeg maar. Wow, ik ben echt even in shock. Ik vind hem echt heel fijn. Ik had dat niet per se verwacht. Nou, mijn make-up is er echt helemaal van af. Het voelde echt heerlijk aan. Echt, echt een heel fijn product. Ook de geur is heel lekker. Echt fantastisch. Deze zal ik echt gebruiken. Echt een winnaar vandaag. Last but not least, nog iets voor je gezicht. Van Mikura heb ik de Exfoliating Face Pads. Ik denk dat dit van die pads zijn voor je gezicht om te scrubben. Je moet het aanbrengen op een schoon, droog gezicht. En je hoeft het er niet af te wassen. Oké, enjoy your clean and soft skin. Dit moet dus je gezicht extra schoonmaken en zacht laten aanvoelen. En het is goed voor de droge en de onrustige huid. Ik heb geen onrustige huid, ik heb wel een droge huid. Het verwijdert dode huidcellen. Dit lijkt me wel echt een fijn product. Hier ben ik heel benieuwd naar. Het is ook een nieuw product voor mij persoonlijk. Zoiets heb ik nog nooit gebruikt. Dus ik ben benieuwd. Ik ga nou deze gebruiken. Hier ben ik echt heel benieuwd naar. Mijn gezicht is helemaal schoon. Er staat, je moet beginnen met een schoon droog gezicht. Dus dat hebben we nou. Oh, het is gewoon echt zo'n grote pad, zeg maar. Maar je hebt er een aantal. Je kunt ze dus vaker gebruiken, denk ik. Want je hoeft er denk ik maar één te gebruiken per keer. En hier is het zacht en hier is het hard. En je moet de harde kant, zeg maar, gebruiken. Dan gewoon zo over je hele gezicht halen. Dat staat hier. Oké, het voelt niet echt per se aan als een scrub of zo.
Het is niet zeg maar tot mijn achterhuid script. Dat gevoel heb ik niet. Het ruikt ook weer heerlijk. En er zit hyaluronzuur in, et cetera. Het laat mijn gezicht wel heel fijn aanvoelen. Heel fresh. Ondanks dat ik zei dat het niet echt voelt als een scrub, voel ik wel het gevoel dat ik voel altijd nadat ik een scrub heb gebruikt. Begrijp je wat ik bedoel? Ik weet niet of jullie begrijpen wat ik bedoel daarmee. Maar het voelt alsof ik mijn gezicht heb gescrubbed met echt een normale scrub. Ik voel dat het echt iets doet. Zeg maar, het prikt een beetje of zo. Oké, en je hoeft het er verder niet af te wassen of zo. Dit is het gewoon. En je kunt hem weer zo dichtmaken. En dan heb je nog een aantal andere pads voor andere dagen. I like it. Mijn gezicht voelt goed aan. Nou mensen, dit was het dan. Dit was de box van deze maand. Ik vond het echt leuke producten. Echt wel producten die ik gewoon zou gebruiken. Waar je ook echt wat aan hebt. En zelfs twee make-up producten. Een primer en een mascara. Ik ben in shock. Ik hou altijd vooral van de make-up obvious. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Wat vonden jullie van de box? Let me know in de reacties. En als je graag wilt aanmelden, link staat beneden in de beschrijving. Ik ben er elke maand weer heel blij mee. Ene box is wat leuker dan de andere, maar dat hangt af van jouw persoonlijke voorkeur. Maar nogmaals, als er iets bij zit wat jij niet kunt of wilt gebruiken, maak er gewoon iemand anders blij mee. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!